harte welkom bij een nieuwe aflevering van Lingo. De vriendinnen Ellie en Erna. En met opzeggen Jacqueline en Barry. En zij zijn Nick en Neef. En uw presentatrice, wat is er weer snel bij, dames en heren? Ons eigen minstopje. Dank u wel. Een hele goede avond en welkom weer bij Lingo. We hebben weer 6 letterwoorden, 10 letterwoorden, 5000 euro in de finale. 4 nieuwe kandidaten, een hoestend publiek. En misschien wel een jackpot. Een jackpot. Dat, ja, je weet het maar nooit. Met een beetje mazzel. En met een beetje mazzel. Hij kan flink oplopen de laatste tijd. Ben je klaar? Ja. Dankjewel. We gaan naar team 1. De dames Erna en Ellie willen alles voor jullie weten. Dus Ellie. Ik ben Ellie Mekking. Ben getrouwd met Marty. Heb 2 fantastische kinderen. Een dochter van 13 en een zoon van 10. Ik steek mijn energie in huis en huisgenoten. En als ik wat tijd over heb, dan schilder ik graag. En zoek ik op rommelmarkten naar bijzondere meubeltjes, bijvoorbeeld. En, schilderen vind ik altijd een breed begrip. Nee, wel op doek. Wel op doek? Ja, okay, wel niet op doek. De muur. Nou, liever niet. Oké, dan is het goed. En Erna? Ik ben Erna. Ik ben ook getrouwd sinds 3/4 jaar. Daar heb ik mee gewacht tot ik 40 was. Doe je goed? Heb ik goed gedaan. Ja. Ja. En ik heb mijn eigen naam gehouden. En ook goed. Ik heb een kookstudio in Oosterwijk in Brabant. Oh, wat houdt het precies in? Er komen groepen mensen bij ons op afspraak koken. En dat eten ze dan lekker zelf op. Dat is leuk voor ons als teamuitje. Ja, ja, gaan we een keer doen. Laten we jou thuis. Nee, want ik kan heel goed koken. Nee, ik ken Michiel een beetje. Hey, daar heb je nog meer hobby's, zeg maar. Want koken lijkt me dan wel een hobby, maar... Het houdt weinig tijd over als eenmans, eenvrouws zaak, moet ik zeggen. Ja, maar ik vind het wel heel leuk werk, dus het is ook een beetje een hobby. Kan me voorstellen. Maar we gaan het onthouden. Wie weet komen we een keer langs. We gaan nu zo direct Lingo spelen en ik wens jullie alvast veel succes. Ja. Maar eerst Jacqueline en Barry. Ook later welkom. Jacqueline? Ja, ik ben Jacqueline Nijland. Getrouwd met André. Ik ben 36 jaar. Woon in Lieshout. Werk in Tilburg. Mm-hmm. Mijn hobby's, ik zwem met Bart. Het ene heeft met elkaar te maken. Zwemmen zonder Bart is niet leuk. Oh, okay. En ik organiseer kindervakantieweek mee bij ons in het dorp. Maar wie is nou Bart? Nou, Bart is een geestelijk gehandicapte jongen waar ik mee zwem. Ah, dus, okay. En die zit nu voor de buis? Die zit nu voor de heel buis, heel duimen. Fanatiek te kijken. Ja. Dan is het goed. Hey Barry, welkom. Dag, ik ben Barry van Heuvel. Ik ben SPH'er en ik heb als hobby's voornamelijk toneelspelen, acteren en regisseren. Nou. Ja. En verder voetballen. Voetballen. Ja. Favoriete club? Ja, PSV natuurlijk. Tuurlijk. Eindhoven. Hè? Ja, Eindhoven. Zin in Lingo spelen ook? Zeker weten. Dan gaan we dat nu doen. Veel succes. Nou ja, we hadden het er al over. De jackpot is weer leeg. Maar die vullen we, want ieder goed gespeeld Lingo wordt dus 100 euro in kas. En we gaan eerst de Lingo kaarten uitdelen. Voor team 1 hebben we de oneven getallen en dan gaan er 8 van weg. En team 2 spelen dan met de even getallen en ook daar verdwijnen er 8. En we hebben geloot, Ellie mag beginnen met het eerste woord. Met de P. Poesta. P-O-E-S-T-A. Panter. P-A-N-T-E-R. Pinten. P-I-N-T-E-N. Ponten. P-O-N-T-E-N. Puntig, P-U-N-T-I-G. Inderdaad. Heel goed. Ik kom gewoon voor jullie ballen pakken. Okay. Het vraagteken. Mogen jullie overleggen en er eentje wegstrepen? Nou, maakt er niet zoveel uit. 43 in het centrum. Ja, 43 in het centrum inderdaad. Erna, je mag ook nog grabbelen. En 67 strepen we ook weg. Ook vanavond gaan we kijken naar het 10-letterwoord. We beginnen met 3 letters, zoals jullie weten. En je mag drukken als je denkt dat je het antwoord weet. Team 2. Maankrater. Maankrater. Dus niet goed. Team 1. Nee, ik zie het niet. Geen idee. Geen idee. Dan spelen we door en is het volgende woord voor Erna. Met de G. Gevers. G-E-V-E-R-S. Gezien. G-E-Z-I-E-N. Genoeg. G-E-N-O-E-G. Gemeen. G-E-M-E-E-N. Uh,
Geleer. G-E-L-E-E-R. En dat is het allemaal niet. Dan gaat het woord naar Jacqueline en Barry met een bonusletter. En jullie mogen overleggen. Getest. G-E-T-E-S-T. En dat is hem niet. Oeh, ik dacht jullie zitten er al, maar we gaan kijken naar de oplossing. Geteut. Oh. Dat is heel jammer, we pakken geen ballen. We gaan niet naar het tienletterwoord, maar we spelen wel door. Het volgende woord is voor Barry. Met een B. Bouwen. B-O-U-W-E-N. Breier, B-R-E-I-E-R. Bieten, B-I-E-T-E-N. Bieder, B-I-E-D-E-R. Prima! Nog, jullie ballen pakken. Tweeëndertig gaat weg van de kaart. Barry. Oh. Dat is hartstikke rood. Dat is zonde, want dat betekent een beurtwissel. Maar we gaan nu wel weer kijken naar het tienletterwoord. En dat wordt niet gedrukt. Dan spelen we door met het volgende woord voor Ellie. Met de R. Met de R. Rumoer. R-U-M-O-E-R. Rusten. R-U-S-T-E-N. Ruilen. R-U-I-L-E-N. Prima. Jullie mogen weer krabbelen. Zo, 55. 55 gaat weg van de kaart. Nog eentje. En 27 strepen we ook weg van de kaart. We gaan weer kijken naar het tienletterwoord. Team 1. Marskramer. Marskramer. Is niet goed, Jacqueline en Barry. Nou, de tijd zit er alweer op. Volgens Michiel gaan we door met het volgende woord voor Erna. Met de C. Centen, C-E-N-T-E-N. Casino, C-A-S-I-N-O. Canule, C-A-N-U-L-E. Cinema, C-I-N-E-M-A. Tijd zit erop, dan is het woord voor Barry met een bonusletter geen overleg. Claims, C-L-A-I-M-S. En dat is het niet. Dan gaat het woord naar Ellie en Erna met een bonusletter en jullie mogen nu wel overleggen. Climax. Climax, C-L-I-M-A-X. Prima! Mogen jullie ballen pakken. Elf gaat weg van de kaart. Cool. De eerste van vandaag. Je mag er nog één pakken. Oh, eentje. Kijk aan. We gaan gewoon door met krabbelen. Oh, dan pak ik nog een. Ja, we gaan door. 47. 47 strepen we weg van de kaart. We gaan weer kijken naar het tienletterwoord. Toen was het stil. We gaan door met het volgende woord voor Erna. Kaders. K-A-D-E-R-S.
Karton. K-A-R-T-O-N. Katoen. K-A-T-O-N. Katrol. K-A-T-R-O-L. Goed zo! Jullie mogen ballen. 15. 15 gaat van de kaart en dat is Lingo! Wow. Ja. 100 euro erbij. We wisselen de ballen en we strepen er weer 8 weg. Mooi geluid, hè? Daar droom ik 's nachts van. We gaan weer naar het 10-letterwoord. Team 1. Marmerader. Marmerader. Dat is goed. Ja, Ella zegt het terecht. Wauw. Maar Ellie, wat is dat? Dus een tekening in het marmer. Zou je bijna denken, hè? Op een marmertegel zo'n... Voor één keer is het helemaal goed, Nens. Hoezo voor één keer? Nou ja, dat mensen het vaak niet weten wat het is. Maar het is nu... Doe schaatje. Nee, het is helemaal goed. 100 euro voor Ellie en Erna. We gaan door met het volgende woord voor Jacqueline. Met de N. Nieten, N-I-E-T-E-N. Noemer, N-O-E-M-E-R. Niveau, N-I-V-E-A-U. Prima! Jullie mogen ballen pakken. Tweeënvijftig verdwijnt. Barry. God. Barry zit vandaag in de rode ballenbusiness. Niet meer doen. We gaan weer kijken naar het 10-letterwoord. Team 2. Onderlopen. Dat is niet goed. Team 1. Die weten het even niet. Dan gaan we door met het volgende woord voor Erna. Met de G. Genoeg. G-E-N-O-E-G. Gissen. G-I-S-S-E-N. Geiten. G-E-I-T-E-N. Gezien. G-E-Z-I-E-N. Zit er weer op. Het woord gaat naar Barry met een bonusletter. Geen overleg. Gravin. G-R-A-V-I-N. Gravin is goed. Mooi zo. Jullie mogen weer grabbelen. Geen rooie meer, Barry. Kom op. Groene alleen nog maar voor 700 euro. Nummer 20. 20 strepen we weg. Jacqueline. Hey. Super. Nog eentje, Jacqueline. 16. En 16 gaat ook weg van de kaart. We gaan weer kijken naar het 10-letterwoord. Barry. Autobaden, maar dat kan niet. Nee, team 1. Ook niet. Nee. We gaan even kijken naar de tussenstand. De dames van team 1, Ellie en Erna, 300 euro. En staan daarmee flink aan kop, want Jacqueline en Barry hebben gewoon behoorlijk wat pech gehad. En hebben slechts 75 euro. Dus de dames mogen zo beginnen met het laatste woord. Maar we gaan eerst naar Wim voor de bekendmaking van de postcode dagprijs. Inderdaad, Nens, want ik heb ze weer. De postcode lingogetallen van vandaag, vrijdag 23 juli. Streep onder de C, de Zevenweg. Streep onder de O, de Vijfweg. Streep onder de C, de 8 weg en als laatste streep onder